Is het particulier onderwijs wel noodzakelijk? De centrale vraag bij de paneldiscussie van gisteren, georganiseerd door Father Mother Figure. Deze paneldiscussie moest dienen om een gezonde discussie op gang te brengen tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en particulier onderwijs. Het panel bestond uit de voorzitter van de Vrije School, Rewin Shangur, Saskia van Diepenbos, voorzitter van de Nassie Brouwer College, directeur Kimberly Molijn-Wijbold van Little Mound of Clay en Jolanda Hokstam-Sweet van Kangaroo Community College. Vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, Natasha Benanon en Helima Poese, gaven een inzicht over de procedures binnen het onderwijssysteem van Suriname. De particuliere scholen gingen in op de kansen welke hun systeem biedt in het voordeel van het kind. In de toekomst zeggen de vertegenwoordigers van het ministerie te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs voor het kind.